La numérisation de nos soins de santé oblige les hôpitaux à traiter et à conserver un nombre toujours plus grand de données médicales. Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne relative aux données personnelles, ils doivent exercer une surveillance plus stricte de la protection de ces données. Mijn eerste uitdaging was nagaan hoe positieve wetgeving in elkaar, hoe kunnen we daaraan complyen, welke werklast veroorzaakt voor ons. Anderzijds was een belangrijk deel ook het nagaan van oké, over welke data gaat het hier, dus welke data is er in het ziekenhuis aanwezig onderhevig aan die wetgeving, welke datastromen zijn er, zowel intern als extern, welke gegevens gaan er naar buiten bijvoorbeeld. Pour satisfaire à toutes ces exigences et répondre à l'obligation d'engager un Data Protection Officer, l'hôpital du Sacré-Cœur a fait appel à l'expertise de Proximus. Iedere organisatie die werkt met persoonsgegevens of gevoelige informatie is onderhevig aan de GDPR-wetgeving. Nu, die GDPR-wetgeving stelt een aantal specifieke eisen waarvoor ook specifieke expertise of kennis nodig is. Heel vaak hebben organisaties die niet zelf in huis en doen ze daarvoor beroep op externe organisaties. Proximus heeft de expertise in huis om organisaties te helpen bij het implementeren van oplossingen om hun netwerken beter te beveiligen, het uitwerken van procedures en beleidslijnen of het ter beschikking stellen van een Data Protection Officer. Ce soutien n'est pas un luxe, car le Parlement européen a établi entre-temps de nouvelles règles de protection des données qui entreront en vigueur en Belgique plus tard dans l'année. Het klopt dat nieuwe regelgeving op ons afkomt, de zogenaamde NIS-richtlijn, waar wij waarschijnlijk als ziekenhuizen zullen aan moeten voldoen, die ons nog strengere normen oplegt op vlak van beveiliging van ons netwerk. Het is dus zo dat databeveiliging en beveiliging van onze gegevens in de toekomst een topprioriteit blijft.